Oké, mensen. Ben ik trouwens voor iedereen goed te verstaan? Nee? Ik hoor hier van de technicus, als ze stil zijn wel. Dus dat is goed. Het was het bezoeken, denk ik, of niet voor iedereen? Ik zie iedereen langzaam al binnendruppelen. Ja, het is een grote locatie en niet altijd even duidelijk waar alles zit. Welkom allemaal. Mijn naam is Karsten Kaspers. Ik ben docent hier op de chemieopleiding. En ik geef normaal gesproken ook anorganische chemie en allerlei andere soorten van chemie. En ik heb een grote hobby, nou meerdere grote hobby's. Een daarvan is mineralen. En daar wil ik het dus met jullie over hebben, dus daar gaat dit praatje over. En als ik aan mineralen denk, dat kennen jullie ook als je in een museum komt, dan zie je altijd mensen bij die mineralenverzameling kijken en dan denkt iedereen, ah, dit is gaaf. Hè, hoe doet de natuur dat, hoe maken ze mooie kristallen? En kristalvorm is iets wat mensen heel erg aanspreekt. Maar wat mij vooral heel erg aanspreekt is kleur. Hoe ontstaat nu kleur en waar komt dan die kleur vandaan? Dat vind ik fascinerend. En dat komt heel dicht in de buurt van mijn scheikunde. Wat is een mineraal? Ik denk dat dat de eerste vraag eigenlijk is. Mineraal is een zuivere stof. Chemisch een zuivere stof. Een vaste stof, anorganisch materiaal. En anorganisch materiaal betekent dat je meestal zouten hebt, kationen, anionen. En als vaste stof gaan die zich heel mooi kristalliseren. Dus ze gaan heel mooi ordenen. En het is die ordening op atomair niveau die uiteindelijk de kristalvorm en de kristalstructuur bepaalt. Dus de vorm wordt veroorzaakt daardoor, door de vorm. En je ziet al, deze vormt zich keurig als een kubus. Dit is keukenzout, natriumchloride. Kom binnen jongens, kom binnen. En als je dat bekijkt, je komt straks maar hier beneden hoor, niet allemaal tegelijk, maar kom straks maar beneden. Ik heb hier natuurlijk gevormd keukenzout, dat heet haliet. En dat zie je ook heel mooi, die kubusjes zie je terug. Op atomair niveau wordt dat bepaald. En dat groeit zo helemaal door totdat je het kunt zien. Dat is de kristalvorm. En dat maakt het heel fascinerend. En ben vergeten een boek mee te nemen. Als je een mineralenboek meeneemt, dan staat dat altijd keurig beschreven. Al die kristalvorm, monoclin, tetragonaal, etc. Maar omdat je dat boek dan openslaat en je zoekt waar komt nou de kleuren vandaan, dan zie je dat die boekjes daar een stuk minder in moeten. En dat komt, kleur is gewoon een ingewikkeld verhaal. Als je gaat lopen zoeken dan op internet, dan zie je vaak dat het of heel sumier wordt uitgelegd. Ja, dat komt omdat er koper in zit. Ja, maar hoe dan? Of je ziet dat het weer heel technisch en heel wetenschappelijk wordt en dan ben je ze eigenlijk ook een beetje kwijt. Nou, wat ik nu probeer vandaag, en dat is mijn uitdaging, om jullie uit te leggen waar kleur nu vandaan komt bij mineralen. Dat is eigenlijk het hoofddoel. Dan maak ik het mezelf niet makkelijk. Want ik begin op middelbare schoolniveau, maar ik zou heel snel door moeten gaan. Het is best een ingewikkeld verhaal om kleur uit te leggen. Ik denk dat dat ook de reden is waarom het zo weinig gegeven wordt. Waarom je zo weinig informatie over krijgt. Toch ga ik die uitdaging aan en ik probeer dat te doen door jullie mee te nemen. Ik zie dat ik een hele verzameling aan mineralen heb. Ik probeer jullie van mineraal naar mineraal naar mineraal te laten gaan. En eigenlijk, daarom staat er ook mineralenverhalen. Ik probeer jullie het verhaal achter het mineraal te vertellen. En ik hoop naar deze lezing dat jullie dan een keertje naar Borculo, Leiden, Naturalis, Museum gaan, noem die museum maar op waar ze liggen. Dat jullie dan die stedenverzameling in kijken en denken, ja verdorie, er zit nog een heel verhaal meer achter. Ik hoop dat ik dat vandaag een beetje bereik bij jullie. Overigens, je ziet hier, hogeschool is iets heel anders hoor. Dat is misschien ook wel leuk om te weten waar jullie nou precies zitten. Naar dat hele doolhof van net. Even kijken, hoe werkt die laser ook alweer? Dan ben ik die laser weer kwijt. Ja, u zit nu hier. In die metalen bak. Dus u zweeft hier boven de grond. Blijf lekker zitten. Als ik naar licht kijk, voordat ik naar mineralen kijk, moet ik eerst naar licht kijken. Want licht is kleur. Dus ik moet eerst uitleggen wat versta ik onder licht en wat versta ik onder kleur. En je ziet al, er zijn twee pijlen bij licht. En natuurkundig gezien is licht een golf of straks een deeltje. Dat laat ik straks zien. En natuurkundig voor hen is dat allebei. En ik ben een chemicus, ik ben heel pragmatisch daarin. Ik zal soms licht zien als golf. Zeker in het begin van het praatje zal ik licht zien als golf. En zo'n golf bestaat uit twee onderdelen. Je hebt een elektrische golf, die gaat in deze richting. Je hebt een magnetische richting, golf, en die gaat in deze richting. En samen, dit is best moeilijk, ik heb dit geoefend. samen is dat licht. Ja, probeer het maar, val tegen. Samen is dit licht. Zie? Samen is dit licht. En eigenlijk het enige verschil in kleur is dan de golflengte. Dan heb ik een hele lange golflengte, waarbij die golven heel lang gaan.
dan praat ik over rooklicht en dan ga ik langzamerhand naar kleinere golflengtes. Dus ga ik van oranje naar geel, naar groen, naar wat de Italianen aqua noemen. Indigo en dan uiteindelijk violet. Blauw, indigo, violet. En violet heeft een hele korte golflengte. Dus het enige verschil is de golflengte. Die wordt kleiner of groter. En heel vaak zal ik licht zien als een golf. Maar om alle kleuren te kunnen verklaren die hier liggen, moet ik soms ook licht zien als een deeltje. En dan komen we in de kwantummechanica. Licht is dan een elementair deeltje, dat noemen we een foton. En het deeltje beschrijf ik als een pakketje energie. Dus ik zal dan licht zien als energie. En daar zie je een formule onder. En ik ga niet in formules praten over vandaag, dat maak ik heel gerust. Maar je ziet daar delta E, dat is de energie, en dan die lambda daaronder. En dat is de golflengte van het licht. Wanneer ik dus een hele lange golf heb, zoals rood, dan heeft dat dus weinig energie. En wanneer ik een hele korte golf heb, zoals ultraviolet of violet, dat heel snel heen en weer beweegt, dan heeft dat veel energie. Dus je kunt het ook met je handen doen, langzaam, is rustig, weinig energie. Snel is kort, is veel energie. Die twee zal ik moeten gebruiken om uiteindelijk kleur te verklaren. Dus voor mij is kleur niks anders dan energie. Ik hoop dat dit beeld even duidelijk is, want dit ga ik gedurende mijn praatje steeds gebruiken. Wat gebeurt er dan als ik licht straal op een kristal? Wat gebeurt er? Wat voor trucjes kunnen we allemaal uithalen? Nou, we hebben kleur door reflectie, daar zal ik een stukje op ingaan. En waarom is goud geel bijvoorbeeld? Ik zal een stukje vertellen over verstrooiing en diffractie, ook daar komen kleurpatronen vandaan. Ik zal een stukje gaan vertellen over absorptiespectra, waarbij een hoeveelheid licht wordt geabsorbeerd. Dan ben je dus een deel van het licht kwijt, het licht wat doorkomt, en dat is dan de kleur die je ziet. En ik zal eindigen hopelijk met luminescentie, waarbij er kleur ontstaat. Kleur op zich is een absorptieverschijnsel. Licht, hoeveelheid licht gaat weg. Maar heel soms kan er weer licht voor terugkomen. Dan heb je te maken met fluorescentie of algemeen luminescentie. En daar zal ik mee eindigen vandaag. Dus dit is een beetje een beeld. En nu wil ik vooral met jullie gewoon de stenen in. Want dat is eigenlijk waarvoor we hier komen. En het eerste steen waarmee ik begin is deze. Ik zal deze niet rondmaken gaan trouwens. Dit is iedereen roept altijd kwarts, dat is het niet. Kwarts heeft 6 vlakken, deze heeft 4. Dit is een apofiliet. En een apofiliet heeft een hele mooie eigenschap. En kom ik straks maar van dichterbij bekijken. Deze stuur ik even niet rond, maar deze kan ik wel even rond laten gaan. Dus als je daarin kijkt, dan lijkt het alsof er spiegelvlakjes zitten. Alsof die steen lijkt te spiegelen. En dat komt vanwege de wet versnelling. Dus een aantal zegt het al wat. Voor degene die het niet zegt, dan krijgen we hier een filmpje. Brekingsindex. Wanneer licht aankomt met 300.000 km per seconde en het komt op een apofiliet of een ander materiaal, dan wordt het heel sterk afgeremd. En de mate van afremming noem je brekingsindex. En wanneer het licht onder een hoek binnenkomt en het heeft een verschil van brekingsindex, lucht versus steen, dan buigt die af, zoals hier dat glas water van net. En dat buigt af. En dat wordt veroorzaakt door de brekingsindex. Nu is apofiliet een hele grappige steen, want het is een ze noemen filosilicaten. Iedereen kent filodeeg, neem ik aan. Dat zijn die laagjes. Nou, daar is het op atomair niveau opgebouwd. Dus als ik er vanaf zo op kijk, dan ondervind ik een andere brekingsindex als dat wanneer ik tegen die laagjes aan zit te kijken. Die brekingsindex is anders. Dus wanneer het ene kristal zo groeit en het andere kristal dat er tegenaan staat net anders, dan krijg ik hier een groot verschil in brekingsindex. En dan krijg ik weer dat het licht uiteindelijk zo ver wordt teruggedraaid dat het terugkomt. En dan zie ik dus een spiegel. Het licht wordt zo ver gereflecteerd dat het terugkomt en dus een spiegel. En dat zie je bij apofiliet. Daarom krijg je die spiegeltjes te zien. Door het verschil in brekingsindex. Er is nog een ander heel beroemd mineraal, wat natuurlijk te maken heeft met brekingsindex, diamant. Die heeft zo'n grote brekingsindex, dat blauw licht, wat heel snel beweegt, veel atomen tegenkomt door zijn snelle trillingen, meer wordt afgebogen dan rood licht, wat veel langzamer trilt. Ondervinden ze net iets andere brekingsindex, komen wat minder atomen tegen, zodat ze langzamer worden afgebouwd. En dat ga je zien bij diamant, en dat geeft die kleurenpracht, dat die mooie schittering bij diamant. Dit stukje brekingsindex. Maar we gaan even door met brekingsindex. Kent iemand dit mineraal? Toevallig. Dit mineraal staat ook wel onder een andere naam bekend, en dat heet TV-steen. En ik heb er hier een paar, ik zal hem zo meteen rond laten gaan. Wat je zo meteen moet doen is even het volgende proefje. Dat kun je zelf even rustig thuis doen. Het aantal proeven doe ik hiervoor. Die ziet natuurlijk achterin niet, vandaar dat ik het gefilmd heb.
Dit steentje krijgt u zometeen van mij, tenminste ik heb er vier, dus laat ik zo meteen rustig doorgaan. Pak even een stukje tekst. En op het moment dat je dan die steen over de tekst heen laat lopen, dan lijkt het alsof de tekst bovenop de steen komt te staan. En nou is het verhaal, hoe zit dat? Maar ik ga er eigenlijk nog iets leukers mee doen. Ik zal alvast die stenen even uitdelen. Hier alvast twee en hier alvast één. Ik kan er nog iets meer mee doen. Thomas, wil je het licht uit doen? Ik heb hier een vrij sterke laser. Dit is niet helemaal de laser voor PowerPoint. Als ik dit door een elektriek heen schijn, dan krijg ik deze ringen te zien. Weet iedereen wat ordes zijn die je met een cd'tje doet? Eerste orde, tweede orde verschijnselen. Doe ik weer aan hoor, het licht. Ja. Eulexiet bestaat namelijk uit gasvezeltjes. Het is een boraat, maar het bestaat als het ware uit hele kleine gasvezeltjes die op elkaar geplakt zijn. En als daar licht doorheen komt en het treedt uit, dan kan het het versterken onder een bepaalde hoek en verzwakken onder een andere hoek. En dat is hoe die cirkeltjes ontstaan. Dus het zijn hele dunne naaldjes. En als je dan naar die glasvezeltjes kijkt, en dan kijk ik naar de brekingsindex, want dat hou ik dan weer voor ogen. Als het licht door zo'n kanaaltje heen is gekomen, door zo'n fibertje heen is gekomen, en het komt op mijn oog, dan wordt het onder een bepaalde hoek verstrooid. Maar wanneer het licht tussen de glasvezeltjes door is gekomen, heeft het een andere brekingsindex ondervonden, krijg je dus net een andere hoek van verstrooiing, komt het net op een andere hoek naar mijn oog toe. Wanneer ik er nu recht boven kijk, dan maakt het niet uit, want dan gaat het licht gewoon keurig recht door. En dan krijg ik een scherp beeld. Maar wanneer ik onder een hoek kijk, dan wordt dat verstrooid. Het ene licht komt met die hoek binnen, het andere licht komt met een iets andere hoek binnen en dan krijg ik een wazig beeld. En wat krijg je dan op het moment dat mijn hersens zien iets is scherp en iets is onscherp aan de hand van de hoek? Dan is dat hetzelfde als dat ik naar mijn vinger kijk. Als ik mijn vinger scherp heb, dan zijn jullie wazig en het heet perspectiefbeeld. En dat krijg je dus ook met dit mineraal. Er ontstaat een perspectiefbeeld, wat je hersens interpreteren als, oh, de letters staan dus op het steentje. Het is dus optische illusie, maar daardoor komt dat, omdat het er bovenop lijkt te komen. Komt in die glasvezeltjes, en je ziet daar een hele leuke proef mee kunnen doen. Die glasvezeltjes, die heb ik zelf opgenomen met een microscoop. Ik heb hier een scanning elektronenmicroscoop, en dan zie je heel mooi die vezeltjes, zie je hier terug. Dus dit is een stukje. En dit is een polarisatiemicroscoop, gewoon een lichtmicroscoop die je thuis kunt bouwen. En dan kun je dat ook in kaart brengen. Dus je kunt ook gewoon met je eigen huis en een keukenmicroscoop, kun je deze vezeltjes ook zien. We hebben nog geen kleur trouwens. Ik heb nog steeds optische verschijnselen en kleur. We zijn nog niet met brekingsindex. Brekingsindex is hartstikke leuk, kunnen we heel veel dingen mee doen. Dit is een calcietkristal. Er staat dubbelspaat, denk ik. Ja. Dubbelspaat is een vorm van calciet. Wordt met name gevonden in IJsland. En ik heb daar deze stukken voor. En die heeft ook iets speciaals. Wat je even moet doen is het volgende proefje. Dat kun je ook gewoon lekker zelf weer doen. Je tekent een lijntje op papier. Je tekent een stip. Je pakt deze jongen en je legt hem er bovenop. En je gaat hem draaien. En het grappige is, dat staat niet op dit filmpje, maar als je dan eens zo'n Polaroid filter erbij pakt en je legt dat er dan weer op, dan gebeurt er ook weer iets speciaals. Kijk, dan ben je die lijn weer kwijt. Heel apart fenomeen. En hoe komt dat nou? Nou, dan kijken we even weer naar licht. En dan weet ik, licht kan deze golf trillen en kan deze golf trillen. Dat was deze beweging. Maar wat nu als de elektrische golf minder atomen tegenkomt dan de magnetische golf? Omdat de kristalstructuur nou eenmaal zo is. Dat je in deze richting toevallig meer atomen tegenkomt dan die. Dan betekent dat deze een minder grote brekingsindex ondervindt dan die. En dus wordt deze maar een beetje afgebogen en die veel meer. En krijg ik twee lijnen. Dit noemen ze gepolariseerd licht. Wanneer ik het openbreek, en dat kan ook met een polarisatiefilter. Wanneer ik de twee lijnen openbreek, ik maak daar gewoon los, of die van, dan heet dat gepolariseerd licht. En dat is wat dit kristal doet. Dit kristal polariseert het licht. En dat kun je ook hier zien. Ja, het is een beetje moeilijk te zien, maar wat het dus doet, is in de ene richting komt het veel atomen tegen, en in deze richting komt het minder of andersom, komt het elektronen tegen. En dat is wat u ziet. Is het allemaal nog duidelijk wat ik vertel? Ja.
komen deze sheets beschikbaar? Oh, dat heb ik nog niet verteld. Daarom zit Thomas daar. Dit hele college wordt opgenomen en komt als college in het geheel beschikbaar. Ja. Dus u kunt aantekeningen maken, maar u kunt ook gewoon naar de andere zien. Dat zeg ik tegen mijn studenten ook altijd, het wordt gewoon opgenomen. Dan zie je dat iedereen zijn klapblok laat liggen en dan gaan ze luisteren. Deze grot is ontdekt in het jaar 2000. Cueva de la Cristalas. In Mexico. Sorry? Nijka-grot. Ja, hij heeft verschillende namen. Er stond... Dit zijn kristallen van bijna 10 meter lang. En het zijn selenietkristallen en een ander woord voor seleniet is gips. Gewoon het huis- en de keukengips, calciumsulfaat. En die worden, deze zijn 10 meter lang. Nou, die heb ik uiteraard niet mee. Ik heb ze hier mee. Ik heb hier het mineraal seleniet mee. Dat ligt hier. En ik heb hier een wat groter stuk liggen. Met het grote stuk kan ik iets bijzonders doen. Want dit heeft ook een hele bijzondere eigenschap. En het leuke is, veel stenen hebben deze bijzondere eigenschap. Bergkristal heeft dat bijvoorbeeld ook, wat ik straks laat zien. Maar deze heeft het heel erg gaaf. En ik ga zo meteen een proefje laten zien. Ik zal hem er even bij pakken. Voor de mensen achterin, ik heb het opgenomen, dus ik zal zo meteen ook het beeld even aanzetten. Ik zal deze erbij pakken. Mijn gipskristal erbij pakken. Deze jongen. En mijn twee polarisatiefilters. En wat ik dan doe, ik zal hem eerst even live demonstreren, dat is altijd leuk. Hè? Het is een goed felle lamp, ja, voor de mensen achterin. Polarisatiefilters, één van de twee wordt geblokkeerd. Nu blokkeer ik de verticale golf. Nu blokkeer ik de horizontale golf. En als ik nou de ene draai en de andere, dan ben ik als goed is u volledig kwijt. Dan blokkeer ik ze allebei. Ziet u dat? Als je naar de lamp kijkt, dit is altijd even geprut met mijn hand. Maar als ik dit nu doe, en ik hoop dat ik het nu goed donker heb, dan demp ik beide lichten. Ziet u dat? Dan pak ik deze erbij. Ja, dankjewel. Pak ik deze erbij. En dan zie je dat hij er heel mooi doorheen komt. Ik kan niet zo goed zien wat u ziet hoor, dus ik hoop dat ik het langzaam doe. Zij komt er wel en dan komt er niet doorheen. Sorry, nou verblind ik iedereen achterin. Voor de mensen achterin, ik heb... Oh, ik ben mijn beeld kwijt. Oké. Okay. Voor degene achterin, ik heb hem, die demonstratie van net heb ik opgenomen. Dat ziet ook iets. Ik zal deze felle lamp uitzetten, want dan zie je mensen voorin mij ook weer. Wat gebeurt hier nou? Het licht wordt gepolariseerd. Het zou er niet meer doorheen mogen komen. Want ik heb deze golf... en die golf geblokkeerd. En toch zag je, als ik hem draai, dat hij er prachtig doorheen komt. Wat gebeurt daar nou? Die golf, ik heb eerst het eerste filter gehad. Dan hou ik nog maar één golf over, een horizontale. En wat het kristal doet, die draait als het ware die golf helemaal, totdat hij door het tweede filter wel weer doorheen komt. Dat is wat hij doet. En dat is afhankelijk van de kristalvorm. Vandaar dat als ik hem draai, dat je soms het niet ziet en soms wel. En met dit kristal, dit is een heel dik kristal, hier komen alle kleuren doorheen. Maar wat nu als ik dit kristal heel dun maak? Als ik een flinterdun kristal maak. Wat je dan krijgt is dit. Dit is onder een microscoop. Dit is overigens onder een gewone, simpele microscoop. Ik heb hem gekocht bij de Lidl. Daar heb ik een polarisatiefiltertje op het lampje gezet. Ik heb een polarisatiefilmpje in de camera gefrut. En deze opname gemaakt. Dus dit kunt u gewoon thuis doen. Ga naar de Lidl, kost u €80. Heeft u en een microscoop en een camera. Omdat je dit doet, dit is heel dun, dit komt van die celestine, die hele dunne. En kun je je zo voorstellen, als dit draait, blauw licht heeft een hele hoge interactie, trilt heel veel atomen tegen, zal dus heel snel draaien, maar draait misschien te ver. Wanneer ik rood licht pak, dat gaat heel langzaam en dat draait nog niet ver genoeg. Groen licht komt er dan precies doorheen en dat is afhankelijk van de dikte van het mineraal. Dus als ik een andere dikte pak, of ik in dit geval draai de polarisatiefilters, dan zie je die kleur ontstaan. Geologen gebruiken dit om te onderzoeken welk mineraal het is, maar je ziet hier het verschil. We zien nu voor het eerst kleur ontstaan bij mineralen. Wel een beetje gesmokkel, want ik heb een microscoop en twee polarisatiefilters nodig, maar we zien nu mineralen, maar we zien nu kleur. Maar met die laagjes wil ik even door. Want als ik die laagjes dus maar heel dun maak, dan kunnen we kleur krijgen. Ik stap trouwens nu even weg van brekingsindex en ik stap ook even weg van polarisatie. Dat, misschien dat het nu even verwarrend is met het bruggetje. Maar we kijken nu naar dunne laagjes. En dit mineraal
Ik zal deze ook even rond laten gaan. Ja, ik heb er maar één, dus moet je even kijken. Dit mineraal, labradoriet heet het. Het is een mengvorm van verschillende soorten veldspaat. Die is opgebouwd uit hele dunne laagjes. En wat er dan gebeurt, is het volgende. Als ik die laagjes breng, dan is het hetzelfde als een plas water, als olie op een beetje water. Het licht kan door de olie heen en worden gereflecteerd op het oliewatervlak en komt er terug. Of het wordt direct op de olie gereflecteerd. En die twee lichtgolven komen elkaar tegen. En die twee lichtgolven kunnen of tegelijkertijd komen, dan versterken ze elkaar. Of ze komen elkaar in tegenfase voor, omdat de ene net een kleinere weg heeft moeten afleggen extra. Ja. Dat zie je ook wel eens bij spiervezels. Bijvoorbeeld bij een stukje dunne plakjes rosbief. Oké. Voor de biologen, dat wist ik niet, maar het fenomeen komt dus ook tegen bij spierweefsel. Oké, ja, dat zal hetzelfde zijn. En dan wordt het dus uitgedoofd wanneer ze elkaar tegenwerken. En hier ontstaat dus kleur, want die kleur is dus nu afhankelijk van de dikte. Want is die afstand net iets dikker, dan wordt juist de andere kleur, waarbij rood licht heeft wat meer weglengte nodig om te reflecteren, om dit te doen, dan blauw licht, want het gaat veel sneller, heeft een kleinere golflengte. Dus de dikte bepaalt uiteindelijk de kleur. Een ander prachtig proefje om daarmee te demonstreren heb ik hier. Jullie wel bekend. Als het nog dik is, dan is het mooi rood-geel van kleur. Maar wanneer het dunner wordt, zie je blauw overheersen. En vlak voordat het knapt, daar zit er een, ik zal het zo meteen nog een keer doen. Vlak voordat ze knappen, zijn ze compleet transparant. Nou, hoe kan dat nou? Zelfs blauw licht, die zeepbel wordt alsmaar dunner en dunner en dunner onder het water verdampt. En uiteindelijk wordt het zo dun dat zelfs blauw licht een te grote golflengte heeft voor die dikte. Alleen ultraviolet kan dat nog doen. Zou ik een bij zijn geweest, dan had ik nu een prachtig spektakel gehad. Want die zien ultraviolet, maar ik niet. Vandaar dat het voor ons, vlak voordat het breekt, is het kleurloos. Omdat je dan is het zo dun dat het zichtbaar licht niet meer kan breken. Nou, door deze laagjes krijg je de kleuren van labradoriet. Alleen zowel bij die zeepbel als bij die labradoriet zijn die laagjes nogal grof. De ene keer is het dikker, dan is het dunner. Er zit nogal wat variatie in. Wanneer je dat nou heel mooi gestructureerd kunt doen met een perfecte, hele mooie laagdikte die overal even dik is. Stel je zou dat kunnen maken, dan zou je op die manier een hele specifieke kleur kunnen maken. Biologie kan dat. Torretjes, deze vlinder. Deze vlinder is opgebouwd uit hele dunne laagjes keratine. En die laagdikjes, dikte bepaalt de kleur. Deze was niet zo duur, daarom heb ik deze. Je hebt ook degene met die metallic blauwglans. Die is eigenlijk, dat is eigenlijk een beter voorbeeld geweest, maar ja, ik ben geen bioloog en die werd me net even te prijzig. Maar op die manier ontstaat de kleuren bij torren en mine en vlinders. Door die hele dunne laagjes die op deze manier ontstaan. Zijn het dan alleen laagjes die dat doen? Dus hier zie je die prachtige vlinder ontstaan met die kleuren. Zijn het dan alleen laagjes die dat doen? Nee, soms zijn het ook andere stukjes in het mineraal. Dus we kijken nu naar objectjes, heel klein, in het mineraal. En het zijn objectjes van een micrometer ongeveer. Want we moeten, om dat interferentie te laten plaatsvinden, heb je laagdiktes nodig of structuren nodig van ongeveer de orde grootte van het licht, van de golflengte van het licht. Dus dat is pak bij de micrometer. In roze kwarts, ik heb hier een stuk, is eigenlijk een heel bijzonder mineraal. Ze verkopen het overal, hoor, het tuincentra, alles kun je het vinden. Eigenlijk is het heel bijzonder, want het is namelijk niet zuiver bergkristal. Er zit een silica, een boorsilicaat zit daarin. Hele kleine dunne vezeltjes van dit andere mineraal. Ongeveer een micrometer groot. En wat die doen, is die verstrooien het licht alle kanten op. Alle kleuren worden eigenlijk geabsorbeerd, worden eigenlijk uitgedoofd door dit fenomeen. Op één kleur na, die wordt versterkt en dat is de kleur die je ziet. Dat is de roze kwarts. Dat is de enige kleur die goed door die vezeltjes naar reflectie terugkomt. Ja. Is dat ook het glas wat bij labglas van gemaakt is? Daar wordt ook een labglas van gemaakt, borosilicaat, maar dit is een ander spulletje hoor. Dus we kunnen laagjes hebben wat voor interferentie zorgt. We kunnen vezeltjes hebben wat voor interferentie zorgt. We kunnen ook wel nog wat anders hebben. We kunnen ook bommetjes hebben die voor interferentie zorgen. Net als deze. Dit is een agaarplak.
Overigens, als je denkt, ik ga dit ook thuis doen en ik ga er eentje kopen. Je hebt ze ook in de prachtige kleuren roze, groen, blauw, etc. Daar hebben ze echt mee lopen verven. Koop die alsjeblieft niet. Dat doet mij echt zeer. Dit zijn gewoon de natuurlijke kleuren. De bruine kleuren komt omdat roest mee is gegaan. Agaat is eigenlijk vloeibaar SiO2, kwarts. En wanneer dat diep in de aarde in een hol terechtkomt, dan kristalliseert dat voor kwarts heel snel uit. Dat doet nog steeds honderden jaren hoor, maar dat is voor kwarts heel erg snel. Kristalliseert het uit en soms zit daar wat hematiet, wat roest bij en dat kristalliseert dan mee. Dat zijn de bruine kleuren die u ziet. Dat zijn roestdeeltjes. Soms kan er wat koperoxide bij zitten, dan krijg je een wat groenige kleur. Maar er is wat meer bijzonder. Die kristallisatie gaat namelijk heel snel. En dat betekent dat sommige deeltjes van die kwarts zijn al uitgekristalliseerd. Je hebt hele kleine doffe kwartsbolletjes, ongeveer van een micrometer groot, die zitten hier al in. En dan pas kristalliseert de rest uit. En dat blijft vrij transparant. Maar ja, daar zitten dus kleine, niet transparante bolletjes in. En dan krijg je een ander fenomeen. En het fenomeen kent u van de ondergaande zon. Wanneer de ondergaande zon ondergaat, dan moet het een langere weg door de atmosfeer heen en komt het heel veel deeltjes tegen. En wanneer dat het geval is, dan krijg je het volgende. Als ik recht naar de zon kijk, dan lijkt die bruin van kleur. Ziet u dat? Wanneer ik echter de zon erop straal, dan is die wit en blauw van kleur. Ziet u dat? En dat komt door die kleine deeltjes. En die reflecteren dat licht gewoon op een andere manier. Zet me weer aan hoor. Dan moet ik even weer wachten tot ik weer terug ben. Ik zal hem hier trouwens voor de mensen achterin nog even demonstreren. Wat er gebeurt is, licht met een lange golflengte, rooklicht, komt wel om die deeltjes heen en komt hier dus doorheen. Licht met een korte golflengte komt dus niet door die deeltjes heen. Die hebben te veel interactie, knallen er tegenaan en reflecteren weg. En daarom zag je in reflectie blauw licht, want dat is degene met de kortste golflengte. Die reflecteert het beste weg. En rood licht met de lange golflengte komt er dus het beste doorheen. Exact hetzelfde principe van de ondergaande zon. Dus dit is de ondergaande zon in het kort. Even staan blijven hier. Wat nu als ik die deeltjes heel erg mooi maak? Stel, ik maak niet doffe kristalletjes in mijn silica, maar ik maak hele mooie, kraakheldere bolletjes, glasheldere bolletjes. Van allemaal nog dezelfde grootte ook. Dat gebeurt bij edelopaal. Edelopaal, een beetje een heftig verhaal. Edelopaal groeit eigenlijk, het begint in een meer. En een speciaal meer, een meer waar heel veel H2S in zit. Wat ze noemen een oxische laag. Hele giftige meren. Wanneer die verdampen, komt die H2S in contact met zuurstof, ontstaat er zwavelzuur. En die zwavelzuur, die vreet zich een weg naar binnen. En die lost alles op, behalve silica. Maar die kleine silica deeltjes, die worden geklust en geklopt en geslepen en gedat. En op die manier ontstaan er hele mooie bolletjes. Uiteindelijk komt dat er op een laag terecht en wordt dat heel mooi, worden die bolletjes gestapeld. En wat die bolletjes kunnen doen, is die kunnen fungeren als wat je ziet bij regendruppeltjes. Elk bolletje fungeert als regendruppeltje. Kwarts heeft een best grote optische dichtheid, best grote brekingsindex. En net als diamant krijg je scheiding van kleuren. En omdat er zoveel van die bolletjes zijn, krijg je echt dit regenboogeffect. En dit is wat je ziet bij dit mineraal. Ik laat hem zometeen rondgaan, maar je ziet al, ik pak geen heel groot stuk. Dat komt, ik ben ook maar docent en ik heb het ook maar te doen met een docentensalaris. Dus dit is hem. Dit is het in gesteente, dat is minder goed te zien. Ik zal deze rond laten gaan. Mijn vrouwelijke studenten zeggen vaak, oh, die wil ik hebben. Mijn advies is dan altijd om een goed rijke vriend te treffen. Dit is het verhaal achter de edelopaal. En als je daar een elektronenmicroscoopfoto van maakt, dan zie je al die bolletjes zich heel mooi stapelen als een perfect kristal. Nu moet ik een stap maken van licht als een golf naar licht als een deeltje. De structuren nu waar ik het over ga hebben zijn atomen, ionen. En die zijn natuurlijk vele malen kleiner dan de golflengte van het licht. Dus ik moet nu afstappen van licht als een golf, maar ik moet nu toe naar licht als een deeltje. Een pakketje energie. En hoe gaat dat om met elementen die hierin zitten? En ik zal vooral kijken naar de elementen, de metalen. Dus eigenlijk dit stuk.
Dus ik ga kijken naar goud, ik ga kijken naar, waar zit je, zilver, naar koper. Dit soort elementen wil ik nu naar kijken. En ik bekijk het nog eerst even als element. Dus ik ga nog niet naar kristal toe, dus ik ga als element. En ik wil eigenlijk beginnen met zilver. Als introductie om het een beetje uit te leggen, want zilver heeft geen kleur. Zilver heeft zijn buitenste schil gevuld. En de buitenste schil is in dit geval een S-orbital. Ik weet niet hoe ver die in de scheikunde zit. Maar de buitenste schil van zilver en eigenlijk alle metalen zijn S-orbitalen. En die zijn heel mooi bolvormig van, kleur, van vorm. En als ik het ene atoom naast het andere atoom zet en weer een atoom, dan overlappen al die S-orbitalen met elkaar. En die buitenste schil zit niet vol. Die zit maar een beetje vol. En dat betekent dat die elektronen als het ware als een zee over dat hele metaaloppervlak kunnen bewegen. Het elektron van de buitenste schil van zilver zit niet meer op één plek. Het kan door het hele kristal als het ware heen. En als je nu als lichtdeeltje aankomt en je komt op die zee van elektronen, dan ben je teruggekaatst. Die wolf van die zeven elektronen gaat even tijdelijk wat bewegen. Dat wil die helemaal niet. Die stopt weer met bewegen en straalt dat lichtdeeltje weg. Dus je krijgt nu reflectie. En dat is het idee achter zilver. Zilver is daarom een perfecte reflector. Het heeft heel mooi die zeven elektronen waarbij het heel goed dat foton, dat lichtdeeltje kan terugreflecteren. Het is niet helemaal reflectie. Een klein beetje, dat licht wordt eerst geabsorbeerd en dan pas gereflecteerd. Het voelt een beetje vreemd, maar u weet dat. We gebruiken zilver als spiegel. Eigenlijk is dat raar. Want pak een metaaloppervlak in de zomer, leg het onder de zon en leg je hand erop. Je snapt dat licht geabsorbeerd wordt, want wat die begloeiend heeft. En toch gebruiken we het ook als spiegel. Dus hier is een ingewikkeld verhaal. Is dit beeld duidelijk van die zee van elektronen? Ik wil dit nu omzetten naar een energiedingetje. En wat ik dan doe, en dit ziet er een beetje technisch uit, maar ik vergelijk dit maar even met een jampot. En een jampot is mijn buitenste, zijn al mijn buitenste schillen voor alle zilveratomen. En de elektronen zijn die knikkers die erin zitten. En die jampot zit half gevuld. Als ik daar een beetje aan schud, gaan al die knikkers bewegen. Schud ik harder, dan gaan die knikkers nog harder bewegen. En ik kan op elke manier schudden, die knikkers die vliegen alle kanten. Dus elke kleur licht wordt geabsorbeerd en weer gereflecteerd. Dat laat ik hier zien. Dus je ziet hier in geel en groen, daarin zit een elektron. En ik hoef er maar een heel klein beetje energie in te stoppen. En ik kom in dat lege blauwe stuk. En op die manier kan zilver alles kleuren licht absorberen en vervolgens weer reflecteren. Dit noemen ze bandentheorie. Is dit plaatje duidelijk? Want u begrijpt dat dit geen makkelijk plaatje is om te lezen. Ik hoop van wel. Want ik moet hem even oppakken. Want dan gaan we naar goud en naar koper. En in het periodiek systeem zag je, buitenste schil is die mooie ronde vorm. En, dat is een, en dan heb je daaronder nog een schil daaronder zitten. Dat noemen ze de D-schil. En die zit niet vol. Of die zit in dit geval vol. En dat levert het volgende elektronische plaatje op. En dit is even een ingewikkeld verhaal. Maar wat je hier ziet aan deze kant, even de pointer erbij pakken, ik ben hier weer eens kwijt natuurlijk. Ja, goud. Dit is het plaatje van die buitenste schil. En je ziet, die is half vol. Dus dit zorgt voor de goede geleiding van koper, de goede geleiding van goud. En zorgt ervoor dat goud en koper eigenlijk alle kleuren reflecteren. Maar er zit nog een band onder. Eén band eronder zitten 3D-orbitalen. En die zit vol. En als ik nou een klein beetje energie erin stop, dan kunnen ze vandaar naar daar. Maar dan moet ik dit stukje energie moet ik overbruggen. En hoe overbrug ik dat? Ik overbrug met licht. En pak ik nou rood licht heeft heel weinig energie, dan red ik het niet. Dan is die energiestap te groot. Dus rood licht wordt gereflecteerd. Bij goud wordt ook geel licht, haalt het nog niet. Geel licht heeft al meer energie, maar ook die haalt het nog niet. Dus ook die kleur wordt gereflecteerd. En vanaf groen licht, dan kan het van daar naar daar, dus dan haal ik het wel. Groen licht wordt dus geabsorbeerd, blauw licht wordt geabsorbeerd, paars licht wordt geabsorbeerd, alle andere kleuren daarna worden geabsorbeerd. Maar dat is de reden waarom goud de kleur geel heeft en koper de kleur rood. Dat heeft te maken met dit energieverschilletje. Dit is dan even een rare. Dit is gekke goud, fool's gold. Ik heb hem hier liggen. IJzersulfide, FeS2, IJzer2+. En dat noemen ze gekke goud, heeft echt de kleur van goud, maar het idee erachter is anders, dus het is ijzer. En ijzer is hier geen atoom meer, ijzer is hier een ion, het is 2+ geladen. Zijn buitenste schil is hij kwijt.
Dus hij heeft alleen nog die volle 3D-band. Maar die is niet helemaal vol bij ijzer, dus daar zit hem de crux. Die 3D-band is een beetje, ja, zo'n deel een beetje leeg. En wat je dan krijgt is eigenlijk ijzer, dit was goud. Hè, die volle die shampot die half vol was. En bij ijzer hier krijg ik een volle shampot, helemaal gevuld met knikkers. En vlak daarboven een lege shampot, de andere band. En je weet, als je een shampot vol hebt met knikkers en je gaat het schudden, dan gebeurt er niks. Dan moet ik eerst knikkers uit voordat ik wat beweging krijg. En wat moet ik dan overbruggen? Nou, dit stukje moet ik overbruggen. Dus als ik van rood licht pak, dan is dat te weinig. Geel licht is nog net te weinig. En groen licht kan ik dit stukje overbruggen. Dit noemen ze een halfgeleider. En alle mineralen die je ziet met zo'n metallic look, dat zijn halfgeleiders. Dat zijn meestal oxides en sulfides. Dus die kom je daar tegen. We hebben een hele speciale vorm hier. Dit is een hele aparte. Je hebt hier weer die volle band. Hier een lege band. En dit verschil is heel groot. Ja, zij moet eerder weg, trein gaan. Hele grote band. Ultraviolet. Nee, niet serieus. Ultraviolet licht. Dus dit mineraal is op zich kleurloos. Je ziet geen kleur. Maar er zit een klein beetje boor in. Dit mineraal is niet perfect. Het is in een kleine vervuiling is er terecht ingekomen tijdens het kristallisatieproces. Is alles netjes gestapeld en is er een ander element in terechtgekomen waar niet de bedoeling was. Boor heeft één elektron minder als koolstof, want wat je hier ziet is koolstof. Heeft één elektron minder en er ontstaat nu een gat. Dus de elektron hoeft niet van daar naar daar, maar hoeft alleen maar dit stukje te overbruggen. En dat is zichtbaar licht. En op die manier verkrijgt het toch kleur, ondanks dat het eigenlijk helemaal geen kleur had. Dus een klein beetje vervuiling doet wonderen. Dit is het mineraal waar ik het over heb. Dit is de hoopdiamant. Die blauwe dan. Ligt in het Smithsonian. Is 230 miljoen euro. Ik heb hem toevallig, dus ik heb hem niet mee. En als ik naar dit soort dingen kijk, dan denk ik, ja, dan zit er een heel verhaal achter. Hij was ooit in handen van de Franse koning Louis XIV. Die stierf heel vroeg. En als je naar dit mineraal kijkt, dan gaat dat met intriges, moord en doodslag. Er zitten hele verhalen omheen. Sterker nog, dit mineraal staat bekend, het heeft een vloek. Maar het leuke vind ik hier aan dit soort mineralen, dit soort verhalen, is als ik naar deze mineralen kijk, ja, die zijn perfect. En als ik perfecte dingen beschrijf, dan is het is zoveel karaat, het is zoveel waard, het heeft die optische dichtheid. Ik beschrijf perfecte dingen altijd met feitjes. Die is niet perfect. En die krijgt een verhaal. Die heeft fouten, die heeft een verhaal. Ik hou van verhalen, ik hou van fouten. Dat vind ik leuker. We hebben nu het idee gehad, jammer dat ze weggaan trouwens. We hebben nu dit stukje gehad, maar ik ga er nu ionen van maken. Het zijn geen atomen meer, de buitenste band gaat weg. En deze 3D, dit is de 3D-plek, dit 3D-orbitalum, die net daaronder zit onder die volle band, die worden nu de buitenste band. En nu moet ik daarover praten. En dat wordt een apart verhaal. En hier zie je het atoomscherm, hoe het opgebouwd is. Eerder had je die 4S, die had net iets minder energie dan die 3D. Dit was eerst de buitenste band, dat is nu deze gewoon. En wat gebeurt er dan? En dan gebeurt er iets bijzonders. Normaal gesproken leg ik dit uit aan de hand van dit model van een 3D en deze kristal. Maar in zo'n groep mannen heb ik ongeveer 30 studenten voor me. En het zijn er nu iets meer, dus dit gaat niet werken. Dus ik heb een plan bedacht, en ik hoop dat u het er mee eens bent. Ik heb een plan bedacht om 4 vrijwilligers uit te nodigen uit de zaal. Anders wijs ik ze gewoon aan. Ik zie al 2 mensen. Kom gezellig naar voren en kom jullie gezellig naar voren. Ik ben nu een ion en ik ben een metaalion. Dus ik ben bijvoorbeeld koper 2+. En jullie zijn mijn zuurstofatoom. Als één iemand recht voor me wil gaan staan. Ja, iets verder, zo een beetje. Iemand naast me, iemand daarnaast me en iemand schuin achter me. En laten we het hebben over, als we het over orbitalen hebben en over invloed op orbitalen, dan praat ik graag in de term van persoonlijke ruimte. En je snapt al, als ik voor persoonlijke ruimte wil, nu al zenuwachtig kijken, maar. En je ziet al, wanneer ik naar orbitalen ga, dan ga ik in energie omhoog. Daar klopt, moet ik een pointer ding hebben. Dan ga ik in energie omhoog. En dan komt, ik ga nu de boel verstoren. Dat is een beetje de bedoeling. En als je naar deze orbitalen kijkt, deze hebben hun lobben tussen de assen zitten. Dus als metaalion heb ik hier een lob zitten. En dan kom ik dichterbij,
Maar ze wordt nog niet heel nerveus. Of aan die kant op, dan wordt ze ook nog niet heel nerveus. Of aan die kant. Dus ik verstoor de boel wel iets. Ik kom wel wat dichterbij, maar niet zo heel veel. Dus deze drie, want dit heb ik nu gedaan, maar dit is natuurlijk in een vlak recht omhoog. Dat lukt natuurlijk niet. En die is in een vlak zo recht omhoog, dat lukt natuurlijk ook niet. Maar deze drie is dit verhaal. Ik ga schuin die kant op en ik verstoor ze maar een beetje. Wanneer ik nu recht naar voren ga, ik pak deze twee, die hebben er al op, en ik ga die kant op. Kijk, dan gaat ze al naar achteren. Ziet u dat? Dat heeft veel meer energie. Dus ik verstoor nu de boel. En nu ontstaat er hier een energieverschilletje. En dit energieverschilletje betekent weer kleur. Als ik een elektron van hier naar daar kan brengen, krijg ik absorptie van een specifieke kleur en krijg ik kleur. Kijk even lekker staan. Dat is de reden waarom rode gossiet, dat is mangaancarbonaat, roze gekleurd is. Deze orbitale veranderen. Hij is roze omdat, complementair van roze, groen licht geabsorbeerd wordt. Iedereen kent die kleurencirkel, want daar moet ik het niet over hebben. Dan maak ik het één dingetje anders. Dit is azuliet en malachiet, die ligt hier. Ik heb hier een heel mooi stuk liggen. Dus dit stuk, bekijk hem straks. Alle twee koper die de kleur maakt. En de ene keer is koper groen en de andere keer is koper blauw. En hoe zit dat nou? Nou, op dit moment is het malachiet. Ze staan ongeveer redelijk eentje van me af. Dus op het moment dat ik naar ze toe ga, dan heb ik nog wel wat bewegingsruimte. Dus het energieverschilletje wat je net zag, dat is er wel, maar is niet zo heel groot. Maar als jullie nog wat dichter bij me komen. Ja. Als ik deze kant op ga, valt het nog wel mee. Maar je voelt ook aankomen, maar dit is natuurlijk heel snel. Jongens, dank jullie wel. Dan is het natuurlijk heel snel dat de boel verstoord wordt. Dus je ziet, als die atomen dichterbij komen, dan wordt het energieverschil tussen die orbitalen wat groter. En dan absorbeer ik met een grotere golflengte licht. En dat zal uiteindelijk eens door de kleur groen, door de kleur blauw. Dus wat je hebt, alle twee is koper degene die de kleur, dat het kleur krijgt. Welke kleur koper krijgt, wordt bepaald door zijn omgeving. En hoe zijn omgeving stoort hierin. En als je naar de structuurvermiddels kijkt, dan zie je bij azuriet 3 koper, 2 carbonaat, 2 hydroxide, best wel veel zuurstof eromheen. En hier zie je maar 2 koper, minder carbonaat, dus veel minder zuurstof eromheen. Malachiet is dus veel meer ruimte. Om de kleurencirkel te gebruiken, malachiet is de afstand groot, is de verstoring dus klein, is het energieniveau dus klein, wordt rood licht geabsorbeerd en resulteert hier dus in groen. Ben ik er nog? Wanneer de afstand korter wordt, neemt het energieniveau toe, wordt licht met een grotere golf, met een kleinere golflengte geabsorbeerd, want die heeft meer energie. Dus wat meer geel licht, hè, dat heeft een groter, hè, meer energie dan rood, en zal het dus blauw oog. Lastig dit of valt het mij? Goed te doen? Dit was een tweedejaars tentamenvraag ooit. Dit noemen ze, de mineralen die ik net besproken waren, noemen ze idiochromatisch. Eigen kleur. Het is, als je naar de structuurformule kijkt, dan is het mangaan of koper die de kleur oplevert. Nu kijk ik naar deze. Dit is een aluminiumoxide. Dit hier is een beryliumsilicaat. En die zouden kleurloos moeten zijn. Alleen tijdens dat kristallisatieproces is er een klein beetje, echt een procentje maar hoor, chroom 3 plus in terechtgekomen. Zowel in deze als in deze zit chroom 3 plus. En dat maakt de kleur. Dus dit noemen ze aliochromatisch, waarbij er vervuiling in terecht is gekomen. Zeg, vervuiling is hartstikke leuk. Smaragd, robijn, smaragd van kleur. En als je dan het elektronische plaatje erbij pak, dan zie je wat opvallend. Je ziet voor robijn is de afstand groen licht wordt geabsorbeerd. Dus de afstand is klein. Hè, groen licht heeft best wel veel energie. En bij smaragd wordt rood licht geabsorbeerd en daarom is de energie wat ruimer. Afstand, de atoom zit het verder weg en zal dus groen licht wat rood licht absorberen, dus groene ogen. Er wordt ook nog een beetje ultraviolet licht geabsorbeerd door robijn. Daar kom ik later nog op terug. Dat doe ik nu even niet, kom ik later op terug. Maar wat nu, als ik een mineraal heb, alexandriet, waarbij deze twee, als de afstand wat groter is geworden, dan gaan deze twee naar beneden. En dit is een mineraal wat zowel rood als groen licht absorbeert. Ja, dat zijn de complementaire kleuren van elkaar. Dus welke kleur heeft nou alexandriet? Ja, zwart, nee, helaas. Dat is afhankelijk van in welk licht je het bekijkt. Ik heb hem hier, maar ja, ook dit is weer een kwestie van lerarensalaris.
als ik dat bekijk onder daglicht, in daglicht zit meer groen licht, dus het rode licht is eerder uitgefilterd en het groene licht komt er nog een beetje door, dus dan oogt die groen. En in avondlicht is er dus meer rood licht beschikbaar, het groene wordt sneller uitgefilterd en wordt hij dus rood. Dus als ik dit als mineraal, als ik dit als steen, als ring of als sieraad heb, dan heeft hij dus ochtends of 's middags een andere kleur dan 's avonds. Nu, deze kan van kleur veranderen. Zijn het dan, ik zit even te kijken naar de tijd, zijn het dan alleen maar één kation? Is het alleen maar koper of alleen maar ijzer? Nee, soms kunnen die kationen ook samenwerken. Wanneer ijzer 2 plus en ijzer 3 plus met elkaar samenwerken, dan kan er een elektron van ijzer 2 plus naar ijzer 3 plus. En andersom. Dit noemen ze, het elektron gaf het één atoom naar het andere atoom. Daar is een beetje energie voor nodig. En dat beetje energie haalt hij weer uit licht. En dus krijgt het een kleur. Dit noemen ze charge transfer, met een mooi woord. Hè, ladingsoverdracht. Dat kan ook met deze. Dit is een saffier. Dan doet hij het met titaan. Dus ook hier zijn weer de vervuiling. IJzervervuiling, titaanvervuiling, die uiteindelijk de kleur maakt. Saffier is een ander, we hebben net robijn gehad, dat noem ik altijd persoonlijk koninklijke mineralen. Saffier is een koninklijk mineraal, dit is het derde koninklijke mineraal. En dat zie je ook hier, het zijn prachtige saffieren hier. Ja, ik heb ze hier uiteraard niet. Pick-up naald, ja, die had ik, ja, mijn tijd, niet. Ja, maar klopt, dat zijn saffier is namelijk heel erg hard, dus dat slijt heel erg slecht. Zijn het dan altijd maar die positief geladen kationen die de kleur maakt? Nee, er is één mooie uitzondering, lapis lazuli. Lapis lazuli, of ook wel lazuliet genoemd, bijna hetzelfde. Lapis lazuli bevat namelijk hop, pyrite en een klein beetje albiet, dus een meng. Prachtig blauw van kleur. Waarom? Daar zit veel, dat is te maken met anionen. Er zit iets in, het heet zwavel, S3-. En het is een molecuul. De molecuul is niet stabiel, dit voor elkaar te boksen moet je dat helemaal in een doosje stoppen, want anders valt het uiteen. Maar nu, dit elektron, dat wordt nu gedeeld door deze drie zwavels. En dit zijn niet meer ionogene bindingen, dit zijn covalente bindingen. Dat zijn echt chemische gebonden. En die krijgen ook een bandenstructuur. Ik ga hier niet te ver op in. We zitten inmiddels echt wel op ruim tweedejaars HLO-niveau. Maar die chemische bindingen, die kunnen ook elektronen bevatten. En deze bevat wel elektronen, deze bevat een elektron en deze niet. Dus als ik een elektron vandaan naar daar breng, wordt er ook weer een energiesprongetje gemaakt. En dat energiesprongetje komt overeen met geel licht. En dus is lapis lazuli blauw van kleur. Dus dit wat ze noemen anion charge transfer. Dus het komt niet alleen met anionen voor. Fluoriet. Ja, dit is eigenlijk het laatste, wat één en laatste wat ik met jullie behandelen wil. De kleur van fluoriet. En nou wordt het een ingewikkeld verhaal. Tenminste, ik vind het een leuk verhaal, maar ik kan me voorstellen dat het wel wat pittiger wordt. Zit hier echt een natuurkundige in de zaal die van kwantummechanica leuk vinden? Want die hebben nu die gaan nu een rol op. Fluoriet heeft twee kleuren. Paars, groen, je hebt nog blauw, zijn meerdere kleuren beschikbaar. Maar fluoriet is calciumfluoride. En dat is normaal gesproken kleurloos. Maar wanneer je calciumfluoride bestraalt met röntgenstraling, of in de natuur met gammastraling, dan verkrijgt het een kleur. En wat er gebeurt is eigenlijk als hier het volgende. Calciumatomen, fluorionen, en die fluor bevat natuurlijk heel veel elektronen. En wat er gebeurt als ik daar röntgenstraling op loslaat, dan schiet ik er een elektron uit. En dat elektron gaat aan de wandel. En dat komt in een doosje terecht. Dit is het model van fluoriet. En dan zie je dat hier heel veel holle ruimte in zit. Hier komt dat elektron in. En nu wordt het kwantummechanica. Deeltje in een doosje is het inleidende vak voor kwantummechanica, mensen. Zoals licht zowel een golf als een deeltje is, dat is een elektron ook. Een elektron is ook een golf en tegelijkertijd een deeltje. En tot nu toe hebben we het altijd gezien als deeltjes, maar nu moet ik dat loslaten en moet ik zien een elektron als een golf. Een golf in een doosje. Dit is het doosje en hierin zit het elektron en dat kan trillen. Het kan een golfbeweging maken. Maar aan die randen zit het vast. Dus het kan niet zo zijn dat hij dit doet. He, die randen staan vast. Oh, ja, kan er niet met, ja, je snapt wat ik bedoel. Dat is lastig. Zo. Dat kan trillen. En dat kan langzaam trillen. En dat kan harder trillen. Dan gaat het dit soort dingen doen. Nee, nog spannender. En het is net als een traptreden. Je kan van dit energieniveau
naar dit energieniveau en nog een treetje hoger. Maar ik kan hier niet tussen gaan zitten. Dat zijn vaste stappen. Dat zie je heel veel in de kwantummechanica. Dat noemen ze gekwantiseerd verschijnsel. En door deze stappen, door dit elektron, krijgt het nu kleur. En de kleur is dus afhankelijk van de grootte van dat doosje. En soms is het doosje dus wat groter dan de andere keer en dus krijg ik hier een andere kleur. Dit is het verhaal van fluoriet. Amethyst, daar staat hij. Amethyst is iets heel bijzonders. Er zit een vervuiling in van ijzer. Ijzer 3+, op een plek van silicium. En ijzer, silicium is 4+. Dus we hebben een ladingsprobleem. Ijzer 3+, neemt dan een H+, mee. Zodat het ongeveer 4+, is. En dan kan het weer mooi op de siliciumplek staan. Ijzer 3+, is normaal gesproken, met die kristalfateren die ik eerst hier uitgelegd heb met die, dat gewandel. Zou bruin-rood van kleur moeten zijn. Een beetje gelig. Een beetje die kleur. Amethyst zou dus, geel-bruinig moeten zijn. Maar omdat ook hier gammastraling opkomt, en gammastraling in de natuur komt voor uit uranium, thorium, kalium, barium, dat zijn allemaal elementen die röntgenstraling uitzenden, schiet ik een elektron weg, die H+ en dit elektron vormen samen een groepje, en die gaan aan de wandel. En dat elektron komt weer ergens een vrije holte tegen en gaat dan weer lopen trillen, net als bij fluoriet. En op die manier ontstaat de paarse kleur van amethyst. Spannender als dit wordt het denk ik vandaag niet. Ik heb nu, ja. Blijft een hele mooie vraag. Ik heb ooit een film van opgenomen. Daar ben ik toevallig niet mee. Wanneer ik die amethyst pak en ik zou hem verhitten, dan creëer ik ruimte in dat kristal. En dan kan het elektron weer terug naar zijn plekje waar het vandaan hoort. En dan wordt hij weer geel. Op het moment dat hij geel wordt, dan heet hij citrine. En hier is dat gebeurd. Hier is hij voor een deel. Dit is verhit geraakt. En dit is de gewoon niet verhit gebleven. En dan wordt hij weer geel. Dan is het citrine. Voor de geologen onder ons, dat noemen ze gebrande amethyst. En dat wordt verkocht als citrine, want citrine is duurder dan amethyst. Dus om een beetje een citrine wil kopen, vraag even, is dit een gebrande, ja of nee? Een eerlijke verkoper zal dan ook eerlijk antwoord geven. Net als rookkwartsen. Als je een rookkwarts ziet uit Arkansas, die is ook bestraald met gammastraling. Dat was ooit gewoon kwarts, maar die hebben ze lopen smokkelen. Een eerlijke verkoper is daar eerlijk in. Zijn die er? Zijn die er? Jawel, die zijn er. Jawel, die zijn er. Wil ik bij het laatste stukje van het fenomeen komen. We hebben nu gezien, licht door optische verschijnselen eigenlijk, door brekingsindex. We hebben kleur gezien door interferentie van laagjes. We hebben kleur gezien door deeltjes, gewoon fysieke deeltjes, bolletjes, naaltjes. We hebben kleur gezien door atomen die elektronen met elkaar delen. We hebben kleur gezien door ionen die een orbitale anders verplaatsen. Overdracht van het ene atoom naar het andere atoom, gaten waar elektronen in kunnen. Maar het zijn allemaal absorptieverschijnselen. Licht wordt geabsorbeerd. En andere kleuren worden daardoor gereflecteerd en dat is geen die we zien. De laatste stap die ik wil maken is, stel ik stop er ultraviolette straling in. Wat gebeurt er dan? Nou, dat is hier het geval bij Robijn. Maak het me trouwens iets donkerder. Kun je het een beetje zien en dan krijg ik zo meteen ook beter beeld. Dit is hier het geval bij robijn. Wanneer ik robijn bestraal met ultraviolet licht, dan raakt het wat van zijn energie kwijt, valt terug, het elektron komt in deze baan en zal spontaan terugvallen en licht uitzenden. Dat is dus anders dan kleur, waarbij je alleen maar lichtabsorptie krijgt. We krijgen nu dat licht wordt uitgezonden. We gaan licht uitstralen. En het gaat licht geven. En dit is het idee achter fluorescentie. En je ziet het vaak wel in musea. Ik heb maar een handje vol, dus zoveel heb ik niet. Maar ik zal mijn best doen vandaag. Wanneer ik het helemaal donker maak en ik pak een UV-lamp, dan zie je dat deze prachtig verkleuren. Dit zijn dus fluorescente mineralen. Ultraviolet licht wordt omgezet in zichtbaar licht. Over het algemeen zit maar gaan T+ in koper en chromium doen. Dus op deze manier ben ik aan het eind van mijn verhaal. We maken nu onze eigen kleur. Jongens, dank jullie wel voor jullie aandacht. Gaan we naar de bal. Ja, ik wou